Willem Zandsteeg en Rikje de Koning waren maandag 31 augustus 60 jaar getrouwd. Tijd voor groot feest dus. De burgemeester kwam het diamanten echtpaar hoogstpersoonlijk feliciteren. Meneer Zandsteeg weet nog waar hij zijn vrouw leerde kennen. Op het aardappelland. Ik ging bij haar vader, daar werkte ik in mijn jonge jaren nog wel eens een half dagje. En toen moest ik aardappelen hakken. En toen kwam mijn vrouw koffie brengen. En na de middag kwam ze weer koffie brengen en toen had ze de hakkoek bij haar. En toen gingen we samen maken. En toen kwamen we achter en dat was op Golboems heitje. Ik zeg, zullen we hier maar de koffie op drinken? Voor in de hei. Dus daar gingen we samen zitten. En toen heb ik geprobeerd een afspraakje te maken. En dat lukte. In die 60 jaren is de familie flink uitgebreid. Ja, we hebben 6 kinderen. Oh, 27 kleinkinderen. En hoeveel eigenlijk? 17? Goed, 17. Hoe houdt u die allemaal uit elkaar? Nou, dat is best een beetje moeilijk. Maar het gaat wel. Maar de namen ken ik niet allemaal zo precies. Ze hebben tegenwoordig allemaal niet aparte namen. Dus dat weet ik allemaal niet zo precies. Ja, dat is... Ze kwamen niet allemaal tegelijk. Dus dat kon ik wel zo'n beetje bijhouden. Ja, dus als er willekeurig een binnenkomt, dan noemt u hem meteen bij de goede naam. Jawel hoor. Mijn vader had wel leuke bijnamen voor ons als kinderen. Dat vond ik altijd wel heel grappig, ja. Ja, mijn broer Jaap, die heette Baas. Die noemde hij altijd de Baas. En één zus van hem noemde hij altijd de Griet. En één noemde hij altijd Knolly. Nou, en ik was de Simmelsnor. En ik had nog een klein zusje, dat was de Poppensnor. Dus ja, dat, vond ik, dat is me altijd wel bijgebleven, ja. Dat is een vermogen aan cadeautjes wat u ieder jaar kwijt bent, denk ik, hè? Ja, dat wel zo. Dat kost wel veel. Ja, ja, ja. Maar heel AOW kost ons. Ja. Hoe gaat u de rest van de dag vieren? De rest. Nou, vanmorgen hebben we in ieder geval gezamenlijk ontbeten met elkaar. Dus dat was ook wel heel gezellig. En om 10:30 hebben we koffie gedronken, gezellig. En vanavond is het bij Floor. En hebben een van die kinderen ook nog een keer een lekkere rotstreek met u uitgehaald? Nou, Jaap die was zover dat hij een bromfiets had. Dat mocht hij vaak niet. En toen kwam de politie hier aan de Dam. En Jaap, de Goor steeg op, langs de spoorlijn. Hij denkt, dan ben ik ze kwijt. En Jaap kwam weer heel vrolijk over de Peterweg terug. Maar toen stond de politie hier op de Dam. Dus hij liep in de val.